Binnen ongeveer 4 tot 5 jaar zal Suriname op het punt moeten komen waarop we beginnen met het vervangen van de geïmporteerde goederen en diensten door local content en geleidelijk de importen uitfaceren. Dit haalde Arleen Emmanuels, voorzitter van de Presidentiële Raad voor Local Content, vandaag aan tijdens haar presentatie Beleid voor Economische Ontwikkeling en Capaciteitsopbouw op de vierde dag van CEOX. De waarde van local content zal volgens haar in de loop der tijd moeten toenemen. The in-country value should increase over time and in about 10 to 15 years this should possibly have reached a high of 80% or more. The local companies engaging in joint ventures with accredited foreign companies can have the benefit of speeding up this process to enter the supply market, which our president in his opening speech has encouraged to do so. Stage 3, this is when the knowledge and technology transfer to our national community is being completed and we can collaborate as full local content partners with the IOC's. Emmanuels haalde verder aan dat in de tussentijd er verder gewerkt moet worden aan het uitbreiden van local content. Hiermee doelt zij onder andere op het in de tussentijd nastreven van HR-verbeteringen met het oog op gereedheid. Improvement of goods and services up to required quality and standards. Joint ventures with foreign suppliers. As I mentioned before, the timeline of transitioning from imported goods and services to the locally obtained comprises of 3 phases. The first 5 years, it's mainly import. 5 to 9 years, it's a hybrid of import and local. And after about 9 to 10 years, the imports should be reduced to a minimum. Emmanuels benadrukt dat er wordt gewerkt aan beleid waarbij het gebruik van lokale diensten en goederen aangemoedigd wordt.